mensen zijn welwillend en behulpzaam. Met organisaties wordt het al iets lastiger. En met regels en wetten wordt het echt moeilijk. We werden wat ongeduldig. We werden ongerust. Hoe zit het nou? We moeten die bouwvergunning aanvragen, die trouwens geen bouwvergunning meer heet, maar omgevingsvergunning. Maar om dat te doen, hebben we die ontheffing nodig van de provincie voor de wet natuurbescherming. En daarvoor hebben we weer het eindrapport nodig van die lui van de beestjes. Dus bellen naar de lui van de beestjes. En daar kwam een verhaal uit over nul monitoren in de lente. Wat? Dat betekent dus dat we dan pas in de lente die bouw, sorry, die omgevingsvergunning kunnen aanvragen. Dan zijn we dus zomaar weer een half jaar verder. Dat kan toch niet? Bellen met de gemeente. Ja, zeggen ze, voor die ontheffing moet je toch echt eerst bij de provincie zijn, anders kunnen we niks doen. Bellen met de provincie. Wat? Wat? Wat blijkt? Door allerlei nieuwe internationale en nationale regels en weet ik veel wat, zit het allemaal zo potdicht dat er voor individuele gevallen eigenlijk geen ontheffing meer kan worden verstrekt. En dan blijkt weer dat mensen meestal begripvol en behulpzaam zijn. Er is nu een oplossing in de maak waardoor de zaak toch weer vlot getrokken kan worden. We houden onze vingers gekruist. Wordt vervlocht.